Vandaag heeft de descente van het 8 december strafproces in hoger beroep plaatsgevonden. De rechters hebben samen met de verdachten en getuigen het pad van de slachtoffers afgelegd vanaf de cel naar het kantoor van toenmalige legerleider Daisy Bouterse tot aan het bastion Veere waar zij werden doodgeschoten. Volgens Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden, zijn er geen nieuwe noemenswaardigheden boven water gekomen. Ook kon er niet worden aangetoond dat er sprake was van een panieksituatie op die bewuste dag. Het proces vindt voortgang op 16 december. U hoort advocaat Hugo Esset in gesprek met de pers. Aanwezig waren de verdachte Bouterse, Dijksteel, Dendu, Jeffrey. De heer Brondestein is ziek gemeld en zijn advocaat was mee eens dat de zaak toch kon worden voortgezet. De heer Kanhai, meester Kanhai, BSC Kanhai, was niet aanwezig, heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn collega Ashna Kanhai. Aanwezig waren de getuigen Yankee Persat, Floor en Doyo Atmo. De laatste twee waren lid van de Echo Compagnie en op 8 december dus in het fort aanwezig. En de heer Yankee Persat was inlichtingenofficier of verbindingsofficier en ook in het fort aanwezig. Een paar opmerkelijke zaken. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat alle getuigen gepersisteerd hebben bij hun eerdere verklaringen. En in feite is er wat mij betreft niet echt iets nieuws toegevoegd aan een van die verklaringen. Maar alles bij elkaar opgeteld kan er toch wel als conclusie getrokken worden dat de getuigen het erover eens zijn dat er op meerdere momenten geschoten is in het fort. Gedurende 8 december. Niet helemaal duidelijk is geworden op welke tijdstippen exact. De tweede conclusie is dat alle getuigen hebben verklaard de heer Bouterse op één of meerdere momenten op 8 december ook in het fort gezien te hebben. Of de momenten van schoten en de momenten van aanwezigheid van Bouterse samenvielen is niet duidelijk naar voren gekomen. Een volgende conclusie die ik getrokken heb is dat geen van de getuigen ook maar op enige manier heeft aangegeven dat er sprake was van een panieksituatie in het fort. En ik wijs hier met nadruk op, omdat op de laatste zitting de verdediging van de verdachte heeft geconcludeerd dat er een panieksituatie is ontstaan, omdat er men ervan uitging dat de invasie die gepland was, zogenaamde invasie, dat die werd uitgevoerd en dat er daardoor een panieksituatie is ontstaan. Geen van de getuigen heeft ook maar op enig moment het woord paniek gebruikt. De indruk is juist dat het, alhoewel er veel op en neer gelopen werd en op verschillende momenten geschoten werd, dat er van paniek in het fort absoluut geen sprake was. Ten slotte heeft het Hof bepaald dat de rechtszaak op 16 december om 9 uur wordt voortgezet en dat dan er een nader verhoor van de verdachte zal plaatsvinden. Geeft wat er vandaag hier is gebeurd een andere wending aan de zaak? Nee. Ik denk dat nogmaals exacte tijdstippen waarop de schoten gelost zijn, de exacte aanwezigheid van wie op die momenten is wat mij betreft niet duidelijk uit de verf gekomen. Maar het algemene verhaal, de rechters hebben ook de gang gevolgd die de slachtoffers hebben moeten volgen. Namelijk van de driehoek waarin ze opgesloten waren, de trap naar boven, de trap naar boven naar de werkkamer van de heer Bouterse, toen aangeduid als zijn kabinet. Met als bijzonderheid dat de heer Bouterse zich niet kon herinneren waar zijn bureau was in die ruimte.
Maar goed, we zijn ook door die ruimte gelopen. Vervolgens is de gang gevolgd die de slachtoffers hebben moeten volgen om uiteindelijk op het bastion Veren te komen, waar ze door vuurpelotons zijn geëxecuteerd. Hoe zou u de heer Bouters als de gemoedstoestand beschrijven terwijl jullie daar binnen bezig waren? Ik heb niet specifiek op hem gelet, maar in zijn algemeenheid heeft hij een vrij laconieke houding. En komen er geen concrete antwoorden op vragen die hem gesteld worden. Is het duidelijk geworden wat de reden is voor het OM om gevraagd te hebben om hier naartoe te komen? Ik denk niet dat het het OM specifiek gevraagd heeft, hoor. Ik denk dat het een beslissing van de krijgsraad, van het Hof van Justitie is. Maar het is denk ik vrij normaal, geheel normaal, dat in een dergelijk ingewikkelde zaak er een plaatsopname plaatsvindt. En ik ben er zeker van dat het voor de rechters zeker een verhelderende plaatsopname is geweest. Er is volstrekte duidelijkheid over dat het allemaal hele kleine afstanden zijn. Het fort lijkt groot, maar het zijn allemaal hele kleine afstanden. Er was geen twijfel over waar de mensen waren opgesloten, via welke trap ze naar boven zijn geleid en hoe ze vervolgens naar het bastion Veren zijn geleid. Dus ik denk dat het wel heeft bijgedragen aan een duidelijker inzicht bij de rechters wat zich op die afschuwelijke dag heeft afgespeeld. Er is sprake van dat de mannen op de vlucht zouden zijn geweest. Is er misschien aangewezen van via welk raam of via welke deur de mannen hadden moeten vluchten of zouden vluchten? Nou, het fabeltje, helaas moet ik het zo noemen, van op de vlucht geschoten, doodgeschoten, is al eerder door de heer Bouters publiekelijk ontkend. Dus dat is absoluut niet aan de orde. Er is nooit enige vluchtpoging geweest. Het is een, in eenvoudige taal gezegd, ordinaire leugen. Dus die issue bestaat niet. Het heeft nooit bestaan. Er was nooit vluchtpoging. En ik denk dat iedereen die bij het proces betrokken is, de advocaten, de officieren of de waarnemend procureur-generaal, heeft daar ook verder geen aandacht aan besteed. Waar wel aandacht voor was, was op welk moment en op welke plek de interviews door Horp van Slagveer en het interview van Boutersen van Kamperveen, op welke momenten op de dag van 8 december die interviews zijn afgenomen. Daarover is helaas geen duidelijkheid door de verdachten, nog door de getuigen, hoe dit verschaft geworden. De heer Floor heeft wel aangegeven dat hij op enig moment de heer Kamperveen op de zolder boven de kamer van Boutersen heeft aangetroffen, omdat Horp hem daar naartoe gestuurd heeft. En dat hij daar heeft gezien dat de heer Kamperveen iets op papier schreef, maar zijn indruk was dat er niets echt goed geschreven kon worden, want de man, de heer Kamperveen, het slachtoffer, was hypernerveus, volledig aangeslagen en kon dus eigenlijk niet goed schrijven. Dat is wat hij waargenomen heeft. Meneer Essert, het is binnenkort 40 jaar geleden. Hoe kijken jullie daarnaar en hoe lang kan dit nog gaan duren? Als het van de nabestaanden afhangt, niet lang meer. U weet, dit is het laatste proces, het hoger beroep. De indicaties zijn dat er nog een 3 of 4 zittingen zullen zijn en dat er dan vonnis komt. Dat is dus te verwachten aan het einde, zeg maar, van het eerste kwartaal van 2023. En dan zal bestraffing moeten plaatsvinden. Daar gaan wij van uit, omdat het niet kan en niet zou mogen kunnen dat na 40 jaar er eindelijk berechting heeft plaatsgevonden en dat er dan geen bestraffing plaatsvindt. Wij gaan ervan uit dat die bestraffing zal plaatsvinden. We hebben de president van de Republiek enige weken geleden op de radio horen verklaren dat hij ervan uitgaat dat als de mensen veroordeeld worden, dat de gevangenneming zal plaatsvinden. En daar gaan wij ook van uit. In dit verband kan ik erop wijzen dat de herdenking die op 8 december aanstaande gehouden wordt,
georganiseerd door de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede in de Sint-Alfonsuskerk op 8 december in het thema, als thema heeft na 40 jaar berechting en bestraffing ter accentuering van dat de enige manier kan zijn om gerechtigheid te brengen in deze. En wij gaan daarvan uit.